Op vrijdag 7 februari 2020 hebben 20 personen van het commissariaat Sipaluini Bestuursresort boven Suriname distinctieve opgespeld gekregen door districtscommissaris Humphrey Jeru. Ook enkele ambtenaren die pas in dienst zijn getreden ontvingen hun beschikking. Dit heugelijke feit heeft feestelijk plaatsgevonden te Atjoni. Normaal krijgen ze hun beschikkingen thuis toegestuurd. Maar we hebben gemeend om het feestelijk te doen met deze mensen. En we hebben dus hier, je weet, boven Suriname is eigenlijk ook bijzonder vanwege het feit dat het bestaat uit verschillende subresorten. Een aantal dorpen in de rivier, dus die ambtenaren komen van verschillende dorpen. Dus we hebben iedereen, ook van Paramaribo uit, naar hier gebracht om dan deze activiteit te doen. Natuurlijk hebben we vrienden, kennissen, familie uitgenodigd om het met ons te vieren. En je ziet dat het heel succesvol geweest. Vandaag ben ik beëdigd geworden tot BO. Wel, ik zal mijn best doen om mijn werk naar behoren te doen. Oprecht natuurlijk. Ik zal natuurlijk de man daarboven om kracht vragen, want we zijn niet perfect natuurlijk. Maar om clean te zijn, om het zo te zeggen, op het werk. Zoals de DC ook aangaf, laten we het werk een eenheid vormen en samen het werk doen. We kunnen het werk niet alleen doen, samen zijn we sterker natuurlijk, als een team. En ik geloof dat het dan zeker zal lukken. Het geheel werd feestelijk afgesloten met een koor en een seketti-groep uit het gebied. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft visueel beperkten geholpen aan een nieuwe identiteitskaart, een ID-kaart. De mobiele unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, is onlangs naar de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, geweest om visueel beperkten te voorzien van een ID-kaart. Het verzoek hiertoe werd per brief gedaan door de doelgroep via de directeur van NSBS, zegt Jorta Pinas, coördinator van de activiteiten binnen de stichting. Voor onze doelgroep niet makkelijk is om
eigenlijk deel te kunnen nemen hier aan het maken van die nieuwe ID-kaarten. Ze zijn eenmaal op het centrum, ze komen er elke donderdag. Het is een vertrouwde plek voor hun. Ze hebben als het ware geen begeleiding nodig, dus vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om dit in samenwerking met de Binnenlandse Zaken te doen. De doelgroep heeft zelf gevraagd, ik denk dat het zeker 4 maanden geleden moet zijn, dat ze per brief gevraagd hebben namens de directeur als er ID-kaarten hier op het centrum gemaakt zouden kunnen worden. Atis Jagroep en Lorenzo Hercule, oud-leerlingen van het NSBS, zijn ingenomen met het initiatief en de keuze van de locatie. Een hele verademing dat zij op vertrouwd terrein en bovenal zonder enige drukte hun ID-kaart konden laten maken. Het is onze eigen omgeving. Of we zien of niet, maar we zijn bekend. We kennen alle plekken van de omgeving en hier is het juiste locatie dat jullie zijn geweest. Ik vond het een goed initiatief, waardoor je niet in die drukte hoeft te gaan, waar het soms druk is daar bij CBB. Met het dirigeren van de ID-boot naar het blindencentrum zijn ongeveer 60 visueel beperkten geholpen aan een ID-kaart. Het gaat in deze om een variërende groep van oud-leerlingen, bewerkenden en de nieuwe leerlingen. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht op zondag 2 februari samen met een delegatie van het ministerie een bezoek aan Tonga-eiland. Het bezoek was in het kader van de traditionele geneeswijze, nadat de minister in kennis was gesteld van de natuurkennis waarover de heer Frits van Troon beschikt. De delegatie kreeg een rondleiding op het eiland, waarbij de natuurkenner van Troon zijn kennis van planten met hen deelde. Het bezoek van de minister stelde hij zeer op prijs, omdat minister Elias de eerste volksgezondheidsminister is die een bezoek heeft gebracht aan het eiland sinds de oprichting. Mijn breedte, omdat de idee ben de tap mijn idee. Zo is mijn praat van me doen. Mijn denang aan koni, te mijn kondide, seren aan aben van oudu. Maar mijn laatste ma, die de ete naar haar plantjes, sani, samileri voor den bakra. En dat mijn vinden jammer dat aben drak abra. Ja. En akondere die si afuru kreekenheid. Heeft den bakra ben sabi, takse seren aben abi waarde, de nobo juwen. En a kofu ubo naki. Maar de schrijf nog sabi, 1966 pas de matang nou, we doen aan de kan locateren, voor lukken op biggesten aan de. Die de maak om fijn uit, dat ik hier ook aan te kennen. Maar ik kon er een laai goed doen. Maar we waren los aan samen, die ook aan doen, die ik kon er voor de komende generatie. Sranang abi, a jari 2015, a klimaat verander, sorry. Anomi na den bong samiler et taigi mit ak feifi mu erde srena klimaat verander ja. Dus if den bong at no demora, da ino sap sa edu. En dus is belang fu luku sa ukandu na a wade fu akondre. Amusko na bovo water. Na nga dati, alas ma me taki te ude na kondre disi. We moeten maar maken mooi te tak voor zich deden dat een pranwan bon, een vrok toe, die den trouwen. Dat mij denk ik.
Tonka-eiland is een natuurmuseum op het Stuwmeer, waarvan meneer Van Droon de oprichter van is. Daar bevinden zich een verzameling van diverse planten en bomen die in ons regenwoud voorkomen. Op het eiland is er ook een natuureducatiecentrum dat in 2011 geopend is en vanaf het jaar 2017 niet meer operationeel is. Dit centrum was bedoeld voor ieder, onder andere studenten die kennis wilden vergaren over de natuur. De minister, die zeer onder de indruk is van hetgene hij heeft mogen aanschouwen, is van mening dat wat er daar is van grote waarde zal zijn voor ons nageslacht. De heer Frits van Troon kreeg dit eiland in 1994 tot zijn beschikking. Ik mag u zeggen, de waarde die de heer van Troon wil geven voor het nageslacht van Suriname, want hij zegt het ook, hij is 80 zoveel jaar. En hij wil niet sterven met de kennis. Ik denk dat de regering en NGO's dit moeten gaan koetsen. Er moet een duidelijk plan komen. Ik ga proberen het initiatief te nemen. Samen met andere collega's en andere en eventueel NGO's. Wij gaan kijken hoe wij de heer Van Troon duurzaam kunnen ondersteunen. Het is geen man die wacht op alleen maar hulp. Ik zie dat hij een hele educatiecentrum heeft. U hebt het net ook gefilmd. Gesponsord door Suriprof. Fantastisch, maar wel sterk verwaarloosd. Ik denk dat wij als regering, maar ook NGO's roep ik op om de heer Van Troon te steunen. Want wat hij hier aan kennis heeft, wat hij hier aan waarde heeft en zijn plan, ik denk dat dat geweldig is. En ik heb vandaag een eerste bezoek gebracht. Ik zal zeker mijn collega van onderwijs en mijn collega van NH, die hiermee belast zijn, want er is ook iets van LBB hier, zal ik interesseren om misschien een herhalingsbezoek of een vervolgsbezoek te brengen, zodat wij misschien concrete plannen kunnen maken om al het moois dat de heer Van Troon geheel vrijblijvend wil achterlaten voor Suriname, dat wij dat oppakken en structureel voor de toekomst gaan plaatsen voor Suriname. Het regionaal ziekenhuis Wanica is op vrijdag 7 februari 2020 formeel overgedragen door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan het ministerie van Volksgezondheid. Vijay Durga Misir, waarnemend directeur bouwkundige werken en dienstverlening bij het ministerie van OWTNC, geeft een uiteenzetting over de technische voorbereidingen die vooraf zijn gegaan aan de bouwwerkzaamheden. We staan hier bijkans 30 maanden na staat zij van het project om het ziekenhuis en alle opstallen hier over te dragen aan Volksgezondheid. Het is echter niet begonnen in juni 2017, maar veel eerder. Het is eigenlijk begonnen vanaf 2010 middels onderhandelingen, tekenen van overeenkomsten tussen het ministerie van BUSA en de Chinese ambassade. Wat betreft de economische en technische samenwerkingsovereenkomsten. Na wederzijdse bevestiging tussen beide overheden kon men eigenlijk van start gaan met de voorbereiding van het project. In 2014 heeft het ministerie een consortium van architectenbureau en twee ingenieursbureaus een start gemaakt met het programma van eisen. Natuurlijk in samenspraak met de eindgebruiker, dat is dan het ministerie van Volksgezondheid. Vanaf dat moment is eigenlijk de voorbereiding echt van start gegaan. In 2015, na goedkeuring van het programma van eisen, is een design agreement getekend in China met de Chinese architect. En dat is niemand anders dan hetzelfde management team die ook de supervisie heeft gedaan op dit project namens de Volksrepubliek van China. Het project is namelijk opgebouwd uit twee major componenten. Er is een component van de grant vanuit de Volksrepubliek van China
en een Surinaamse bijdrage. Het is een uitdaging geweest om die twee uitvoeringscomponenten zoveel als mogelijk op lijn te brengen, synchroon te laten verlopen. Minister Vijay Chotkan van OWTNC voert aan dat het bij deze niet alleen gaat om het ziekenhuis, maar dat de infrastructuur ook door zijn ministerie tegelijkertijd wordt aangepakt. Het gaat dus om onze regionaal ziekenhuis Wanica, welke gevestigd is in het Altona-project en te bereiken via de Malangweg en de Vredenburg Serie B. We hebben niet alleen daar een ziekenhuis Wanica opgezet, maar we hebben ook tegelijkertijd al werk van gemaakt om de infrastructuur naar het ziekenhuis aan te pakken. Daar hebben we een start mee gemaakt door dus die weg die leidt naar ziekenhuis Wanica alvast te laten verharden, asfalteren. En de komende dagen zullen we natuurlijk verder de omliggende wegen gaan asfalteren. Ook Vredenburg Serie B zal natuurlijk aandacht moeten krijgen. Het is een hele smalle weg die in principe bijna niet te doen is. Twee auto's kunnen niet eens langs elkaar heen, lastang, een vrachtwagen en een voertuig. En natuurlijk moet u kunnen projecteren dat als het ziekenhuis volledig operationeel is, dat ook ambulances hun diensten moeten kunnen verrichten. Minister Chotkan geeft vervolgens voor alle duidelijkheid aan dat het gaat om een overdracht door de Chinese ambassadeur aan de minister van OWTNC, die het vervolgens formeel heeft overgedragen aan de minister van Volksgezondheid. Het gaat in deze om, en ik wil daar heel duidelijk over zijn, om een overdracht die het ziekenhuis heeft ondergaan vandaag, waarbij dus de Chinese ambassadeur namens de Chinese aannemer het ziekenhuis heeft overgedragen aan de minister van Openbare Werken, die op zijn plaats, dan natuurlijk op zijn beurt, het formeel heeft overgedragen aan de minister van Volksgezondheid. Omdat het ziekenhuis natuurlijk verder ingericht moet worden, maar alle andere zaken die te maken hebben met een stukje dienstverlening, volvoerd moeten worden. Wat er wel is, dat het ministerie van Volksgezondheid snel genoeg was om dus ook tegelijkertijd met twee diensten te starten vandaag. Dan heb ik het over gebruiknames van een apotheek en een huidartsenpraktijk. Die dus ook vandaag volvoerd zijn. Maar wanneer het gaat om het ministerie, de verantwoordelijkheid die we hebben als ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Dan hebben wij natuurlijk als gezorgd dat het team die samen was gesteld, succesvol met alle andere stakeholders gezorgd heeft dat het ziekenhuis daar staat. Voor de OWTC-minister is het een geweldig moment omdat de regering ervoor heeft gezorgd dat de volksgezondheid in Suriname op grotere hoogte kan worden gebracht. Het is een geweldig moment voor niet alleen Wanica, maar zeker voor Suriname, omdat de regering gezorgd heeft om dus de volksgezondheid in Suriname op een veel hoger niveau te kunnen brengen. Het is een heel modern ziekenhuis die daar gaat komen, operationeel gesteld zal worden. En daar zullen natuurlijk mensen die behoefte hebben terecht kunnen om dus hun gezondheid in goede banen te laten leiden.